Welkom bij een nieuwe aantafel. Hier vanuit de repetitieruimte van The Young Ones. En ik heb hier twee mensen aan tafel zitten die wat betreft vereniging niet van ver moesten komen. Uh, Fons Hiel en Peter van der Kerkhoven van uh, Scouting Hulst het Jagertje. Iedereen uh, kent het wel, die hele mooie locatie natuurlijk. Maar ja, Fons, jij bent voorzitter van de vereniging. Correct. En voorzitter van de stichting. Dat klopt. Maar er is toch maar één Scouting het Jagertje. Uh, wat is het verschil? Nou, de vereniging die heeft leden en de stichting die kan natuurlijk geen leden hebben... En ik ben van de Vereniging. En de Vereniging die gaat over het programma van Scouting. En het zorgt ervoor dat uh, er wekelijks op het jaar een activiteit wordt aangeboden voor ongeveer meer dan 200 leden. Dus al die kinderen en jeugdigen die uh, actief zijn, die zijn lid van de Vereniging. Ja. ja. Maar niet van de Stichting. Ze zijn geen lid van de Stichting. De Stichting is uh, eigenaar en beheerder van het uh, gebouw. ...waar het scoutingspel uh, wordt gespeeld en het uh, hele mooie terrein wat uh, bij het uh, gebouw hoort. Moeten zij dan in principe het, uh, ja wat heet zij, uh, moeten uh, de scouting de, dan eigenlijk het gebouw huren? Ja, zo hebben we het eigenlijk inderdaad uh, geregeld, Dat is ook, ook zo geadviseerd vanuit Scouting Nederland. Uh, de, de belangrijkste huurder is uh, de vereniging. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, jeugdvakantiewerk uh, op het terrein zitten. En uh, verhuren wij ook het uh, gebouw en het terrein aan uh, andere scoutinggroepen of jeugdverenigingen. Dus als mensen daar een andere vereniging uh, een kamp wil organiseren, kunnen ze dat op dat terrein uh, ja, doen. Ja, van harte welkom. En jullie doen dat al? Nou, jullie zelf niet, hè? Ik bedoel, uh, jullie doen dat al 90 jaar tenminste: scouting. Ja. We zijn inderdaad in 1922 opgericht. En we zitten al in, inderdaad in al 90 jaar in Hulste. doen wij het spel van scouting spelen. Tijd, op tijd, tijd, voor, een, uh, tijd voor een feestje. Absoluut. Uh, 100 jaar, daar moeten we nog 10 jaar wachten. Dat vond ik wat lang. We hebben het 50 jaar uh, bestaan gevierd in uh, 2007 met het uitgeven van een, van een boek en een aantal specifieke activiteiten. En dat gaan we ook uh, nu dit, dit jaar weer doen in 2022. Onder andere met, aan het eind van het jaar met een musical, zelfgeschreven musical. Met, uh, die zal plaatsvinden in een dullard. En zowel voor leden als voor mensen van buiten uh, onze vereniging, die kunnen dat uh, spektakel aanschouwen. Het spektakel, 90 jaar, het jagertje. Uh, speciaal thema er ook aan verbonden? Nee, we doen wel een weekend specifiek. Dat dus wij een campingweekend, specifiek voor onze ouders en hun leden. En onze leden die kunnen dan uh, op ons jaartje komen kamperen. Dus kunnen de ouders ja. ook een keertje meemaken ja. wat de die kinderen kunnen, doen? Die kunnen een keer genieten van het spel van Scouting, wat er allemaal mee samenhangt. En dan bieden wij een gevarieerd programma op twee dagen aan met een specifiek thema. Ik denk ook dat als je 90 jaar bestaat, dat er best al uh, leden zijn die hun kleinkinderen die zelf begonnen uh, met zelf te gezeten hebben, en misschien nu ook alweer uh, hun kleinkinderen wegbrengen. Op is dat zaterdag dat scouting meestal is? Zaterdag, vrijdag half de pivo's. en heel de zaterdag uh, is vanaf uh, 9 uur tot uh, 5 uur half zes het jaar te bezet. Ik hoor pivo's, Mensen die zeggen van. Dat zijn de oudste categorie uh, leden. 18 tot 21. En zijn je tot eigenlijk... 21 jaar lid te zijn? Ja. En daarna uh, het, laatste, het laatste onderdeel, de PIVO's inderdaad. En die, uh, die worden eigenlijk min of meer uh, uitgedaagd om dan uh, uiteindelijk uh, te, te kiezen voor het uh, leiderschap binnen onze, onze vereniging. <coughs> Oftewel die worden uh, vooropgeleid. Uh, en die kijken, eigenlijk altijd wat ze uh, hebben geleerd in, het, in, de, in de voorbije jaren binnen de scouting, wordt allemaal gebundeld in hun... Uh, Uiteindelijk een, een soort voorbereiding op leiderschap. Um, ja, sorry. vroeger had je natuurlijk nog dat er een verschil was tussen jongensgroepen en meisjesgroepen. Is dat nog steeds bij de, bij de, bij de scouting? Is het nog steeds zo. Ze beginnen bij de bevers, de allerkleinste, uh, is dat wel met jongens en meisjes samen. En vanaf zeven jaar uh, 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 scheiden de jongens en de meisjes. Totdat ze dan weer uh, bij de pivo's uh, samenkomen. Wa waarom is dat in hè, deze tijd nog zo apart? Dat is een keuze die wij gemaakt hebben, denk ik. Uh, ik denk omwille van de praktische, uh, het praktische spel te kunnen spelen, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk voldoende leden, zowel aan de meisjeskant als aan de jongenskant, om uh, die beide ja, groepen te kunnen vullen. Er zijn in de, in de landen wel, uh, wel groepen die bewuste keuze maken om het gemengd te doen. Dat heeft daar meer te maken met het gegeven dat er gewoon onvoldoende volume is. Je hebt te weinig groepen, kinderen om twee groepen, twee gaan, groepen te kunnen. Maar kunnen. is het juist niet leuk? Of gaan je, hebben die echt twee aparte nou de, spelprogramma's? Nou ja, kijk, de, de Estas en die, die spelen natuurlijk een, 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 een toch iets anders specifiek spel als de, uh, de Welpen. Want die gaan, die gaan eigenlijk aan de slag met het uh, jungleboekverhaal. Van oudsher natuurlijk al heel lang bekend. En uh, voor de Estas hebben ze dat toch iets andere invulling aangegeven. Waar toch iets meer... De dameskant is in ingebracht. Uh, kan dat nog in deze tijd? Ja, blijkbaar toch nog wel. Toch nog wel, want jullie ja. hebben wel heel veel leden... die daar geen probleem mee nee, hebben, dat die o, rolverdeling... Nee. Uh, De discussie, is, niet <laughs> De discussie van is nog niet gevoerd. <laughs> nee, dat nou ja, komt die nee, nee. nog wel, hoor. Nee, okay, dan moeten we ook openstaan, denk ik. Het uh, natuurlijk zo van... Uh, uh, waarom? Uh, je krijgt een bepaalde rolverdeling. Ja. Maar hoeveel leden heb je dan, als je zegt... Van, we hebben er eigenlijk genoeg? Uh, Tenmin, meer dan 200 jeugdleden... Uh, ja, 210, 220. En dan hebben we nog 100 uh, ja, gewoon vrijwilligers. Waarvan nog 50 personen die leidingen uh, zijn. Dus van die vrijwilligers doen de 50 en die andere 50 die ondersteunen met? Ja, onder andere bij uh, de stichting. stichting ja, ook met de stichting. We hebben, uh, elke eerste zaterdag van de maand hebben we een, uh, een klusdag... Waarbij we dus uh, uh, mannen en vrouwen uh, samen uh, het, het jaaretje onder handen nemen, zowel binnen als buiten. Ja, want jullie hebben enorm terrein te onderhouden, stichting. Ja, ja we hebben eigenlijk een, uh, niet een, 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 een enorm, maar ook een fantastisch mooi uh, terrein. Hoe kom je? En ik denk dat uh, iedereen die op dit moment uh, op zoek is naar een of een huis of naar iets in de gemeente Hulst. Hoe kom je aan zo'n mooi terrein als Scouting? Je ja. zit daar niet al 90 jaar. Nee, nee we zitten daar uh, sinds 1957. Uh, toen is Scouting daar naartoe verhuisd. Uh, daarvoor uh, was het een, uh, een speeltuin uh, met een kleine dierentuin en ook nog een keer een, een, een zwembad uh, erbij. Uh, de bodem van het zwembad is eigenlijk nog zichtbaar uh, in het terrein uh, van vroeger. Mijn tante van 82 heeft er nog eens zwemmen, zei ze. En um, ja, het is een vier hectare groot bos uh, met, een, uh, met het, uh, het gebouw uh, erbij. En dat is natuurlijk het, uh, het unieke eigenlijk van het, uh, ja, het gehele terrein. Um, je kunt eigenlijk alles op het terrein doen. Je hoeft de deur niet uit. En uh, je kunt uh, buiten spelen. Je kunt er uh, uh, binnen uh, koken. Uh, ja, we zijn eigenlijk van alle gemakken voorzien. Nu gaan jullie daar ook... Uh, ja. Nieuwbouw, want het, uh, voldoet het gebouw echt niet meer aan deze tijd? De koek is echt op. Uh, het oude woonhuis is uh, uit de jaren 30. En uh, nou, ja, sinds 1957 is dan scouting daar gekomen. En in de loop der tijd uh, zijn er wel uh, aanpassingen gedaan, is het uitgebreid. Uh, er zijn twee grote slaapzalen bij om ook uh, weekenden en kampen te kunnen organiseren. Maar uh, ja, de koek is nu echt op. Is het uh, energielabel Z? Uh... Ja, zo ongeveer. ja. En uh, daarnaast uh, hebben we ook nog een, uh, in de muren uh, wat, wat asbest uh, gevonden. Dus ook vanuit uh, een stukje veiligheid en kindvriendelijkheid uh, willen we dat allemaal uh, ja, moderniseren. Naar de... En het gaat helemaal tegen de vlakte? Het gaat helemaal tegen de vlakte. Dat mag wat kosten dan. Uh, ja, we zijn uh, bezig uh, in samenwerking met de gemeente en met uh, VG-architecten uit uh, Sas van Gent. Uh, om eerst even goed uh, de puzzel uh, te leggen. En uh, dat leggen we natuurlijk ook voor aan onze, aan onze belangrijkste huurder, uh, de, alle leden van de vereniging. Ja. Uh, Wat mogen jullie dan inbrengen? Uh, nou, materialenkeuze? Nou, we zitten ook in de, in de bouwcommissie, dus we mogen mee bepalen van hoe het gebouw er dus uitkomt komt te zien. Met name de inrichting. Ja. Ja, het gaat over de slaapzaal, de keuken, de looproutes, hoe dan die efficiënt zijn... Uh, dat denken wij allemaal mee. Maar ook inderdaad, straks in de, in de keuze, denk ik, van de aankleding. De, ja. de... Is duurzaam niet het woord waar je Absoluut. zeker ook ja. met scouting aan moet denken? Ja, maar niet alleen duurzaam. Uiteraard duurzaam. Het gebouw moet straks ook weer uh, 30 jaar mee uh, kunnen. Uh, hè, wat ik ook zei, het is een fantastisch mooie uh, bos wat erbij zit. Maar ook in een bosrijke omgeving uh, thuis horen. Uh, we hebben ook onze uh, uh, Jitsersgroep, dus het moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Jitsersgroep, mensen die absoluut nooit van de scouting, ja, ze weten dat jullie er zitten, maar uh, wat groep... is een Jitsersgroep? Dat is uh, eigenlijk uh, niet wat ja, schattig. Jitsers. Jitsers is uh, is het fries voor tot het volk behorend, en uh, zijn mensen met een beperking. En in 1992 zijn we gestart met een project in samenwerking met Tragel, en uh, sindsdien maken die uh, deel van onze groep. Draai één keer in de 14 dagen aan de middag tussen twee uh, en half vijf. Oké, okay, dus ook kinderen. Of u hoeft welke leeftijd uh, zitten die Jitsers dan? Oh, die zitten uh, van, uh, dus van een jaar of twintig tot. Uh, zijn er die lopen al tegen de uh, half van de vijftig al. Oh, dus uh, Jitser kan je heel lang uh, zijn? Dat kan je dus heel lang zijn. Niet alleen kinderen. Mensen met een beperking zijn ook van harte welkom bij de Scouting. Nu komt het hele mooie gebouw er. Het wordt duurzaam. Het wordt toegankelijk. Toegankelijk. Het wordt toegankelijk. Energiezuinig. Energiezuinig. Op die mooie plek. Zeker. Zegt de gemeente dan niet, daar kunnen hele mooie huizen staan. Beste scouting, jullie gaan een heel mooi gebouw bouwen, maar we hebben een andere plek. Nou, gelukkig was de gemeente Hulst ons ook eigenlijk zeer genegen om te zeggen, nou, we, hebben ook, we hebben ook een warm hart voor scouting. En die, eigenlijk ook, die zagen ook de huidige toestand van het gebouw. En dat was ook eigenlijk wel uh, heel duidelijk om te zeggen: van nee, wij willen ook graag uh, Scouting het jaartje helpen om zo'n nieuw gebouw te faciliteren. Ja. Nou. En dat is ook verbonden natuurlijk met het jaartje natuurlijk. Hè. Als we daar zouden vertrekken, dan zouden we een nieuwe naam aan moeten aannemen. Voorheen he heten we officieel uh, RK Scouting Groep Sint-Willy Gelieerd aan heilige Sint-Willy beschermheilige van uh, onze parochie in Hulst. En toen zijn we in 1970 hebben we besluit genomen om over te gaan naar. dat we gevestigd waren als buurtschap het jaartje. om onze naam te veranderen in Scouting het jaartje. Kijk, daar komt ook de naam Het Jagersjaar. Is juist, dat ook eigenlijk weer, uh, weer verklaard, eigenlijk? Ja, ja. En dan hebben jullie, er al heel veel leden. heel veel verenigingen zitten hier omdat ze leden zoeken. Maar ik begrijp dat jullie een wachtlijst hebben. Ja, dat is, een, dat is inderdaad waar, dat klopt. We hebben op dit moment een wachtlijst van uh, meer dan 60 kinderen. Voornamelijk in de onder, onderkant van onze, onze vereniging, van de kinderen vanaf vijf jaar. En uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, let op de capaciteit in de zin van uh, ruimte, capaciteit van leiding. Uh, ja, is het op dit moment echt gewoon echt vol. Dus in is dat, uh, door corona, dat mensen zeiden van, kinderen zoek een bezigheid of zie je die groei Wij, al... Langere tijd. Die, lange, die, groe die groeien ze al langere tijd aan de, aan, aan de gang. Uh, want ik heb ooit gedacht dat uh, met name de, de teruggang in het aantal kinderen... Hè, want het, ja, we, we hebben je... minder kinderen geboren. Ja, dat was een van sprake spraken van, zou ik zo gevolg moeten hebben voor scouting? Maar heeft eigenlijk altijd in de omgekeerde zin gewerkt. We hebben eigenlijk gewoon uh, in de afgelopen jaren gewoon, uh, ja, toch nog een toename van het aantal leden. En zeg je dan bijvoorbeeld wel, ja, meer leiding zou handig zijn? Of is dat heel nou ja, moeilijk al... om daarin te Nou ja, kijk, Oeien. leiding hebben we natuurlijk wel voldoende. We hebben op dit moment 50 man leiding. En elk onderdeel heeft ongeveer wel tussen de 5 en 6 man leiding uh, op 30 kinderen. Uiteraard is dat afhankelijk van uh, de leeftijdsgroep. Dan heb je dus meer leiding nodig als je onder, aan de onderkant en naarmate je ouder wordt... Dan verandert natuurlijk ook het, het, het spel van scouting. Die vraagt dan ook een stukje minder leiding, maar meer begeleiding. Dus dan wordt het aantal ook minder. Maar gemiddeld hebben we ongeveer zes, vijf à zes man leiding per onderdeel. Dus je hebt eigenlijk goed bezet. Dus ook daar redden we het niet mee. Nee. Zeggen van, we hebben nog meer leiding. Want die zitten gewoon goed. Alleen je moet, als, je met, als je dus uitbreiding gaat doen, dan heb je over heel de lijn meer groepen. En vraag je meer van je capaciteit. En, en moet je ook... Nou, in de toekomst gezien het aanbod kunnen blijven bieden natuurlijk. Dat is een beetje de vraag. Ja. En Meer ruimte, wordt het nieuwe gebouw ook groter of ben je gebonden aan ja, het oppervlakte, grondoppervlak wat je nu hebt? Uh, nou, we willen sowieso natuurlijk uh, het mooie bos besparen, dus uh, daar blijven we zeker vanaf. Uh, en we willen ook eigenlijk het bestemmingsplan uh, respecteren, omdat we ook eigenlijk uh, nou, uh, september van dit jaar zouden we eigenlijk willen beginnen met de daadwerkelijke bouw. Um, en doordat we dus nu uh, de plattegrond helemaal gaan leggen op een, op een leeg vlak, kunnen we die veel compacter en veel efficiënter maken. Waardoor we eigenlijk uh, ja, ongeveer uh, uh, hetzelfde eigenlijk aan vierkante meters uh, gaan gebruiken als wat we nu uh, hebben liggen. Uh, vierkante meters in grond te plakken, zou je nog meer de hoogte in kunnen? Dan met de buren die zeggen. Nou ja, we hebben natuurlijk ook we respecteren onze buren uiteraard. En ook dat zit in ons communicatietraject om die ook mee te nemen in ons verdere bouw. Maar goed, we komen ook weer bij de toegankelijkheid. We willen gewoon heel het gebouw toegankelijk hebben en houden voor al onze gebruikers. Dus in die zin worden alle ruimtes op de begaande grond gerealiseerd. Ja. Dus echt begaande grond is dus ook niet boven nog een, uh, maar dan moet je misschien weer een lift uh, hebben. Ja, nou ja, uh, ons uitgangspunt is nu om alles uh, op de begaande grond uh, te bouwen. Nee, zeer, ja. En waarbij we natuurlijk wel, um, uh, qua uh, zicht denken we wel uh, dat er uh, uh, aan een, uh, een puntdak bijvoorbeeld, uh, dus dat wel uh, speels met de ruimte wordt uh, omgegaan, dat je ook uh, wat hoger... Uh, uh, ja, ruimtes krijgt. opbergruimte Ja, uiteraard. Dat mag zeker ook niet, niet ontbreken. Uh, uh, iets simpels als kapstokken voor de kinderen kwamen we achter. Hey, die zitten er nog niet in. Oh, moet ook even aan denken. Ja, die 200 kinderen die rondlopen op zo'n terrein. Hè? Ja. We hadden het net over buren. 200 kinderen. Het is een groot terrein. Maar hebben jullie nooit geen buren die zeggen. We hadden gillende kinderen op zaterdag. En dat kampvuur dat stinkt. En het, uh... Ik hou niet van. Ik hoor daar nog een zong aan het kampvuur. Jawel. Ja, ja. Tuurlijk. Nou, uh, misschien ben deze ook gelijk de uitnodiging om een keer langs te komen uh, op Scouting. Om eens te kijken uh, hoe het op zo'n zaterdag uh, eraan toe gaat. Dat is uh, eigenlijk één al gezelligheid. Want laten we hopen, 90 jaar bestaan. Ja. Gaan de ouders mogen komen logeren. Ja. Gaan jullie ook nog wat doen voor Hulst? Um, een van de uh, ideeën die in de planning zit is om nog een activiteit te doen in de binnenstad. Alleen, is dat nog even uh, ja, een soort voorbehoud, maar dat zit wel in onze planning. En als het gebouw... Ja, nieuwe gebouw klaar is, open deurdag. Absoluut, zeker. zeker. En dat is niet alleen voor onze leden, voor onze ouders, maar dat zal ik inderdaad ook voor, uh, voor de heel huls zijn. En dan uh, laten wij graag zien uh, hoe ons gebouw eruit komt te zien. En uh, ja, hoe ook onze fantastische bos eruit ziet. Ja, want jullie hebben natuurlijk een, een prachtige locatie. Maar heel veel mensen rijden daar uh, zo aan. Zo aan voorbij, eigenlijk. Hè? Ja. En daar mag je best uh, trots op zijn, denk ik. Zeker, zeker. Zijn we er, op komen er gewoon nog 90 jaar bij? Al vanuit, minimaal. En uh, op kamp? Zeker. Je hebt wel altijd hele bijzondere namen voor al die kampen. Hoe komt dat zo? Er zijn moeilijke afkortingen. Ja, dat is volgens dat is mij een beetje de, de creativiteit en, de, en de, de creativiteitsgeest van scouting, denk ik. Uh, het verzinnen van een toch wat bijzondere naam geeft een, toch altijd een, een extra uitdaging voor degene die daar aan deelneemt. Ja, en ik weet dat die scouts altijd uh, zo'n zo uniform hebben met allemaal van die, van die emb emblemen. Komt ja. er dan ook een speciaal 90-jaar jagersje-embleem? Daar, daar, daar wordt ook over nagedacht om daar een specifieke badge voor te maken, inderdaad. Kijk, dat wordt een collectors item denk ja, ik. Ja, absoluut, absoluut. De badge 90-jaar het jagersje. We, uh, we blijven jullie volgen. We komen zeker een keer met de camera. Uh, kijken. Leuk. Op misschien een draaidag, zeker in het nieuwe gebouw. Leuk dat jullie dat wilden toelichten. Dag. En uh, laten we het niet meer online uh, houden die uh, nieuwjaarsreceptie. Nee, maar nee, 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 dat niet, we het nee. toch weer live kunnen proosten. Absoluut. Dat bedankt voor jullie aanwezigheid. En bedankt voor het kijken. Graag gedaan. Graag gedaan.